VBRO nodigt artiesten uit Vlaanderen en Nederland uit in de Radioclub. We kwamen elkaar eens tegen op een party in mei. Jouw heldere ogen straalden toen jij keek naar mij. Jouw schoonheid die was bijzonder en jij had me overdonderd. Maar spijtig is alles al voorbij. Ik moet je nu wel laten gaan, al doet het ook zo'n pijn. We hebben iemand op bezoek vandaag die 25 jaar en zelfs al iets meer ondertussen op de planken staat. Hij heeft zijn nieuw album uit, 25. Dat is Axel Lijn. Dag Axel, hey. Goedemiddag Rudy. Ja, we staan hier voor een spiksplinternieuwe wand met heel veel Vlaamse Nederlandse collega's. Kijk straks maar eens goed uit die er allemaal op staan. Maar eerst gaat alle aandacht naar jou natuurlijk, want je hebt een album uit 25 jaar. En ik hoorde daarnet in het interview met Mathieu dat dat eigenlijk jouw allereerste album is. Dat klopt, ja. Ik heb eigenlijk een hele tijd, maar 25 jaar gewacht. Maar zoals ik tegen Mathieu al gezegd heb, de eerste jaren ben ik zo'n beetje minder commercieel circuit bewandeld. Mm-hmm. Lang met big band opgetreden, dan met live orkesten meegeweest en zo. En eigenlijk was er geen sprake van cd's uit te brengen. En dan 4 jaar geleden ben ik op vraag van meerdere mensen zo, ben ik gestart met een singeltje opnemen. En nu met die 25 jaar ook zoiets van, er mag wel een album uitkomen. Ja, het wordt wel eens tijd zo. Het wordt wel eens tijd, dus ik ben er wel heel blij mee. Ja, wellicht wel, want het is ook zoiets als je gaat optreden, vragen de mensen toch iets op, iets tastbaars. Niet alleen downloaden, maar ook misschien iets gewoon op cd. Ja. En dat is er nu, er staan 11 liedjes op. Ja. Wat is jouw favoriet erop, als ik dat mag vragen? Moeilijk, hè? Moeilijk, dat is altijd moeilijk. Oei. Oh. Het duet. Het duet misschien. Ja. 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 Met Dina Rodriguez, die pas getrouwd is, hè? Of hertrouwd. Of haar, nee, haar, getrouwd. Getrouwd, zo is getrouwd, het. Ja. Ik zag foto's op Facebook. Ja. Ja. Hoe ben je in contact gekomen met haar? Wel, Dina en ik zitten in hetzelfde managementbureau. En dus komen we uiteraard elkaar wel regelmatig tegen. Verleden jaar zat ik met het idee van, als ik dat album uitbreng, mag er wel een duet op. Mm-hmm. Maar dat was met wie, ja. En we hadden in het verleden jaar zoal bij optredens enkele duetten gedaan. En we hadden alle twee zoiets van, onze stemmen klinken wel goed samen. Ja. En dan heb ik haar gevraagd van, zie je dat zitten om een duet op mijn album op te nemen? Dus met jou zegt ze, wil ik dat direct doen. Dus, ja. Dus Vlaams-Portugees eigenlijk dan? Ja. Maar dat was, we gaan zoeken naar welk nummer en een cover. Sorry. En dan zijn we een avondje samengezeten en dan zijn we nogal vlug bij de wereldhit van Eros Ramazzotti en Tina Turner uitgekomen. Dus dat is De La Vita. En dan had ik zo het idee van, ik zeg, Dina, waarom ga jij niet in het Portugees zingen en ik in het Nederlands? Zeg, dat kan een mooie combinatie worden. Ja. In Vlaanderen heeft er wat, naar mijn weten, nog niemand gedaan. Spaans wel, Italiaans, maar Portugees. Portugees dan niet. En dan heb ik mijn tekst geschreven. Dan hebben we dat samengelegd. Dan heeft zij iemand uit Portugal een kennis van haar. Mm-hmm. Heeft dan bij die tekst een Portugese bijpassende tekst. Dan heb je dat allemaal in mooi geheel vormen. Hoe is het trouwens met jouw Portugees? bom dia en obrigado en zo de basiswoordjes ken ik wel. Je kent toch een paar woordjes? Toch een paar, ja. Maar voor de rest, nee. Goed. We staan hier vlak aan het raam. Hier, de zon schijnt vandaag hier in Brugge trouwens altijd als jij komt, hoorde ik bij Mathieu. Ja. Wat zijn jouw plannen voor dit voorjaar en zomer? Redelijk veel optredens. Mm-hmm. Ja, allee, redelijk. En hoe zeg ik, de laatste weken komt er nog heel veel bij. Dus ik ben daar ook wel heel blij om. Waar ik ook heel blij om ben, is dat. Ik had zo het gevoel zo het laatste jaar van. Ik doe wel veel optredens, maar ik wil echt wel op grotere evenementen gaan staan. En dan, nu begint dat zo wat te komen. Ook misschien met het album, misschien wat meer aandacht. Met het album waarschijnlijk ook. En redelijk veel promo er rond. Dus mensen moet je ook wel met je kop op tv zien, vind ik. En nu krijg je daar toch wel redelijk veel respons bij. Ben je tevreden, man? Ja. Oké.
absoluut. 25 jaar staat hij op de planken. Axel Leijn, vandaag te gast bij VBRO.